Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Nederland ligt in de witte cirkel en we zien bewolking, we zien wat opklaringen. Het weer komt uit het westen. En dat betekent dat we in eerste instantie dus wat meer ruimte krijgen voor opklaringen. Dat er daarna vooral over het zuiden van het land een gebied met bewolking trekt. En morgen komt ons weer wat meer. Uit een noordelijke richting. En daar is het dus veel opener van structuur met ruimte voor de zon, maar ook met een paar buien. Nou, de computer maakt daar het volgende van: neerslag van vanochtend is weggetrokken, nu een wat gemengd beeld. In de avond en vroege nacht wat regen in het zuiden en daarna een enkele bui, maar ook opklaringen tussendoor. In uh, detail ziet dat er voor vanavond als volgt uit. In het zuiden neemt de bewolking dus toe en gaat ook wat regen vallen, Meeste tegen de Belgische grens aan en in Zuid-Limburg. In het noorden valt een enkele bui. Koud is het overigens vanavond niet, een graad of 15. Vannacht gaat er wel wat af. In het binnenland koelt het af naar 10 graden. De regen trekt naar Duitsland weg. Het klaart van tijd tot tijd op en in de kustgebieden kan nog een enkele bui vallen. Het waait krachtig langs de kust uit het westen tot noordwesten. En morgen is die wind vrij krachtig, windkracht 5 uit een westelijke richting. Eerst vooral in de kustgebieden een enkele bui, later juist in het binnenland en dan wordt het vooral in Zeeland gewoon meest droog. De zon schijnt tussendoor, het wordt 15 of 16 graden. Dan gaan we naar de woensdag. Dan is het overwegend droog. Misschien een buitje in het noorden, maar verder dus weinig of geen neerslag. Wel vrij veel bewolking in een graad of 15. Ook donderdag hebben we 15 graden met een stevige wind in de kustgebieden. De zon schijnt van tijd tot tijd, maar er vallen ook pittige buien. De meeste regen waarschijnlijk in de ochtend. Dan vrijdag nog een aantal buien, een noordwestenwind en een temperatuur van slechts 14 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.